Ja, hoe hebben jullie geslapen trouwens? Slecht. Dus ik ben een soort van verrast met een get-together voordat ik ga bevallen. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Met mij gaat het prima. Alhoewel ik hier sta in mijn woonkamer die er gewoon zo uitziet. Ik denk misschien wat gebeurt daar. Maar goed, ik sta op het punt om weg te gaan. Ik ga de meiden halen. Want dit weekend wordt er dus geverfd in mijn huis. En ik ga dus met de meiden in een hotel slapen. Ik dacht, ik neem jullie mee. Lekker gezellig. De meiden zijn helemaal excited. Ik ga ze nu ophalen. Dan gaan we even ergens wat eten. En dan gaan we eigenlijk naar het hotel toe. En ja, vandaag 35 weken zwanger. Ik kan natuurlijk niet hier blijven als geverfd wordt. Ja, ik mag dat natuurlijk niet inademen en alles. Dus I have to leave. En ja, wat nog meer? Ja, deze dagen ga ik nog een aantal dingen doen. En of course neem ik jullie gewoon mee. Dus welkom bij je nieuwe vlog. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje. Want dan krijg je elke keer de notificatie als er een nieuwe video komt. Volg me op TikTok. Oh my god. Volg me op TikTok. Op Snapchat, waar ik dagelijks post. En let's go. Ik heb al mijn hebben en houden al bij elkaar gepakt. Ik heb, of course, mijn frambozenblad thee. Ja, en ik ga nu alleen nog eventjes mijn dingetje pakken voor mijn maagzuur. Want als ik dat vergeet, dan ben ik echt een lul. Dus dat, let's go. Nou mensen, we zijn in het hotel aangekomen. En ja, ik dacht laten we gelijk even de roomtour doen. Eva die is al op het bed. De wc is hier. Nou, gaan we gelijk even beginnen. Hier is de wc. En Eva die ligt al op het bed. We kunnen gewoon in de kijken. Oh my god. Oh my god. Nou, we zitten best wel hoog eigenlijk ook. 13e verdieping. Maar goed. Net een hele mooie. Oh, ik loop wel even via deze kant. Met een hele mooie badkamer. Met een bad. Dat is wel leuk. Dan kunnen de meiden vandaag in bad. En een hele mooie douche. I love it. I love it, I love it, I love it. Zo. So. Nou, we hebben net al gegeten. Eva is helemaal excited. Ik kan alles zien door de raam. Ja. Vivi. Wat vind je ervan, Eva? Vivi is op de wc. Hallo, mag ze even wat privacy? Vivi kan door de raam alles zien. Vind je het leuk? Ga in de kast kijken. Ga in de kast kijken. Wow, zo mooi. Mooi, hè? Zo mooi deze. Ja, nou, hier gaan wij dus verblijven. En, Mama, ik heb ook Eva is zo excited. Wat zeg je? Make-up van jou. Nee, dat is geen make-up. Dat is, wat zit er allemaal bij? Shampoo, hair conditioner, shower gel, body lotion. En die kleine pakjes dingen. Dus, ja. Nou, Eva is echt excited. Oh my god. Ik vraag me wel af. Ik vraag me wel af. Want er zijn hier maar echt twee kussens. Er zijn hier maar echt twee kussens. En ik heb echt een kussen nodig voor. Maar het is wel echt een hele leuke kamer. Ik heb echt een kussen nodig voor. Want ik heb mijn voedingskussen niet meegenomen. Dus hoe ga ik nou vandaag slapen? Nou, we gaan het zien. Nou, de meiden die zitten al in bad. Ze zitten al in bad en even kijken hoor. Nee, maar je ziet niks. Nou, de meiden die zitten al in bad. Die zijn al in bad
aan het badderen. Dus ja, ik ga hier gewoon even lekker even mijn slippers uitdoen. Althans, mijn crocs. Want mijn voeten zijn weer echt mega dik. En wat eigenlijk de planning is, is dus die meiden even laten badderen. En dan straks ga ik even lekker een programma kijken op tv. Kunnen zij eventjes op de iPad gewoon even relaxen. En ja, het wordt gewoon echt een relaxte avond. We hebben al gegeten. Misschien dat we straks nog even wat bestellen of zo. Maar goed. Het wordt in ieder geval relaxed. En morgen ben ik hier alleen. Morgen breng ik de kids naar de oppas. En dan ben ik hier alleen. Dan heb ik ook nog even een dagje. Maar ik dacht, het is wel leuk nu. Even quality time met de girls. Want dan... dan kunnen we zeg maar... ja, gewoon nog quality time hebben voordat de baby komt. Gewoon even met z'n drietjes. Want straks is alles met z'n viertjes. En dan ook nog gewoon de baby die dan veel aandacht nodig heeft. En morgen wil ik dan gewoon alleen hier zijn. Misschien dat Adam me komt verrassen. Maar hij is in ieder geval thuis bezig met alles wat geverfd wordt en zo. Dus voor nu is het wij. Nou, de kids die hebben lekker... zijn lekker in bad geweest. Hoe vonden jullie de bubbelbad? Zo lekker. Ja, en daarna hebben ze... Het was warm. En ja, toen waren we in de douche gegaan, want de douche was zo douche het beste. Was zo leuk. Ja, de douche was het beste, want hier één en hier één. Dus er waren, twee douches. Er waren en bij onze andere huis waren er maar één. Ja, daar moeten ze delen. En hier en heb je de twee. Hebben ze de twee naast elkaar, maar ze zijn helemaal gedoucht. Dus nu gaan ze gewoon eventjes lekker een filmpje kijken. Op de iPad. Op de tablet. En ik ga gewoon eventjes op mijn programma kijken. En dan later ga ik wel even douchen, want mijn programma die begint zo. Oh. En ja, dus dat is tot nu toe gewoon lekker relaxen, hè, dames. Even kijken hoor. Waar moet ik zijn dan? Oké, laat me eventjes opschieten, want mijn programma begint zo al. Ja, voor zover. Even kijken wat de avond brengt. Ik ben echt bang dat ik straks honger krijg. Dus ik ga denk ik misschien zometeen nog wel even roomservice of zo doen. Want ik heb net al gegeten. Mama. Ik weet niet hoe lang ik dat volhoud hoor. Goedemorgen! Het is een nieuwe dag. Nou, we zijn lekker fris en fruitig al. Even Vivi opbouwen. Niet... Oh ja. We zijn fris en fruitig al. Vivi is al aangekleed. Heb je een vlag ook? Nee, ik heb een staart meegemaakt. Eva is haar schoenen aan het aandoen. Zeg maar goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. Wij gaan nu naar beneden om te gaan ontbijten. Ja, hoe hebben jullie geslapen, dames? Slecht. Niet liegen. Jij was zo aan het snurken. Nee, want ik kon eerst niet slapen. Eerst kon ik niet slapen. Oh, oké. Nou, Vivi die is ook best wel laat gaan slapen. En best vroeg wakker geworden. Eva die was al KO gewoon al heel vroeg. Dus Eva, hoe heb jij geslapen? Mama, voel nu dan. Ja, nu is hij wel terug. Hoe heb jij geslapen? Hele nacht goed. Heel de nacht goed. Kijk, kom eens even, je mondje is vies. Wacht even. Mag ik even zien? Niet dit felle licht in mijn gezicht. Oh my god. Kom maar, ik ga eventjes jouw mondje schoonmaken. Ja, dus we gaan nu... Ik ben toch al 4 jaar, dus ik ga het zelf doen. Oké, je mag het zelf doen. Het is onder je lip, ja? Ja. Grote meid van 4 jaar. Hier, aan die kant ook nog. Ja, goed zo. Ja. Is weg? Ja, is weg. Gooi ik hem even weg. Ja, dus... laat me jullie laten zien mij, wat ik aan heb. Oh my god. Ik heb iets meegenomen waar ik niet echt per se eens mee ben. Maar kijk, ik heb dus een jurk aan. Met crocs. Met een leerjasje. En een leerjasje.
eroverheen. Omdat ik, ja, ik wil altijd wel gewoon iets langs aan, gewoon over mijn billen. Want misschien ligt het aan mij, maar ik vind echt dat billen er echt raar uitzien wanneer je zwanger bent. Maar goed, dus we gaan nu naar beneden ontbijten. Dus laten we gaan. Hebben jullie honger? Ik heb wel echt heel, heel erg honger. We zitten te ontbijten. Ik heb eerst eten voor de kids gezet. Maar Fifi is dus al klaar met eten. Bijna. Eva is daar ook aan het eten. Ik ga ook nog even sudrans pakken. Maar ik heb croissantjes. Dat zei ik net tegen jou nog. Maar ze hebben daar ook fruit. Ga dan. Ga maar pakken. Mag alleen. Ja, ik heb ook. Mag alleen. Een latte macchiato. Mag alleen. Ja, tuurlijk. Ik kom ook die kant op. Want ik ga even sudrans nog pakken. Het is wel warm in dit restaurant hoor. Zo. We zitten gezellig bij het raam. Dus eet smakelijk, iedereen. Nou, we zijn klaar met eten. Eindelijk. En, zo lang. Wat zeg je? Zo lang voordat we klaar waren met eten. Nee, maar mijn voeten zijn echt helemaal... Het zit helemaal niet lekker in deze crocs. Hè. Ik heb ze gewoon zonder dingen aan. Maar het soort van brand in mijn crocs. Maar ik weet echt even niet... Wat ik anders kan aandoen. Oh mijn god, kijk Eva. Eva is al naar voren gegaan. Heb je lekker gegeten? Kijk, ze willen met de meisjes. Heb je lekker gegeten? Eva. Kijk, kom eens. Kijk jouw trui. Kijk jouw trui. Kijk hoe fiets. Doen jullie kinderen dat ook? Als ze hebben... Oh wacht, ik moet eerst even naar de receptie. Eva, kom niet doen. Ja, ik moet even wat vragen. Als ze hebben, hoe zeg je dat? Als ze hebben gegeten, dat het gewoon zo helemaal vies is. Ik snap dat niet. Nou, de meiden die hebben net een knuffel gekregen bij de receptie. Kijken. Even serieus. Dat is wel echt heel leuk. Ik zit zo vol. Meneer papegaai. Meneer papegaai. Dat is volgens mij geen papegaai. Dat is een, oh kijk. Kom, we kunnen naar boven. Dat is een, hoe noem je dat? Een toekan. Wat is een toekan? Oké, 13. Wat is een toekan? Ja, wat je in je hand hebt. Ik wil. Dat is een ander soort... Wat betekent dat? Wat je in je, die vogel die je in je hand hebt. Maar wat betekent dat? Een toekan. Zo noem je zo'n vogel die je in je hand hebt. Maar ik noem hem... Oh my god, mijn buik is zo hard, mensen. Ik denk dat ik echt too much gegeten heb. Maar goed, ik heb eventjes deze dingetjes op mijn ogen gedaan. Maar dit zijn echt andere die ik wilde uitproberen. Maar ik vind ze echt gaar. Het is wel echt verfrissend. Maar ik dacht, ik zet ze even erop. Want ik was vanochtend echt vroeg wakker. En ja, ik weet niet. Ik heb gewoon het gevoel dat mijn ogen ze nodig hebben. Ik ga nu even op bed liggen. De meiden die zijn... Fifi is op haar tablet. Eva... Eva is Hello Kitty aan het kijken. Dus het is gewoon even chill. Ik heb straks denk ik over 1,5 uur of zo, 2 uur heb ik een afspraak. Dus dan ga ik de kids even, niet even, ga ik ze naar de oppas brengen. Dus ja, dat. Maar voor nu gaan we gewoon even gewoon lekker chill. Nou mensen, dus ik ben net opgepikt door Mello. Want we gaan dus merges eten. Maar eindstand komt zij helemaal opgedoft. En ik zie er gewoon uit alsof... Even serieus. En ja, volgens mij is het nog een druk restaurant ook. Want zoveel auto's en met parkeren en zo. En ik loop hier met mijn jurk, met mijn crocs. Maar ja, het is wat het is. Maar ja, ik had echt best wel gewoon een beetje kunnen opdoffen hoor. Ja, maar... Mello heeft helemaal make-up, alles. Ja, wat gewoon zaterdag is. En ik dacht van... No man, ik ga echt niet. Maar ja, weet je wat? Je bent gewoon prettig. Laat me gewoon gaan eten, want... Ik moet plassen, man. Heftig. Nou mensen, eindelijk zijn we in het restaurant. Want ik ben... Ja, het is eigenlijk een etentje met verschillende meiden, maar niet iedereen wil in de vlog. We hebben nog even een get-together, dus ik ben een soort van verrast met een get-together
voordat ik ga bevallen. Wat ik hartstikke leuk vind, of course, met eten. Hoi. Oh, Leni wil niet in mijn vlog. Leni wil liever niet. Ik knip jullie allemaal eruit. Ja, mij ook graag. Maar in ieder geval een leuke get-together voordat ik ga bevallen. Want straks word ik natuurlijk gewoon druk met de baby. En ja, we zijn gewoon lekker aan het eten. Waar zijn we? Nirvana bij dit restaurant zijn we. Nirvana restaurant. Dus we gaan lekker eten. Ik heb wat nieuws gelegd. Maar ik ga lekker... Ik ben mijn eten vergeten te vloggen, maar ik heb wel nu lekkere toetje die ik ga eten met lekker munten. Ik heb ook een paar cadeautjes gekregen, maar dat laten jullie later aan jullie zien. Maar echt super leuk. Hey mensjes. Nou, ik ben weer terug in het hotel. Kapot. Oh my god. Vandaag ben ik zonder de kinderen. Dat had ik al gezegd. Ik zou de kinderen naar de oppas brengen. Zodat ik gewoon even een quality day heb met mezelf. Quality time. Maar het was echt zo leuk. Ik ben vanmiddag wezen lunchen. Met de paar meiden. En vanavond en in de avond ben ik dan eigenlijk wat gaan eten. Wat jullie net hadden gezien. Het was ook echt hartstikke mooi weer vandaag. Maar wat ik wilde zeggen is van... Het was zeg maar... Dinner was zeg maar een soort van get-together. Met zeg maar de girls. Nog voordat ik ga bevallen, zeg maar. En ja, ik weet niet of ik het al zeg maar een keer in een vlog heb gezegd. Dat ik zeg maar geen behoefte heb zeg maar aan een baby shower of iets. Dus zo'n get-together vind ik dan echt hartstikke leuk. Waar je lekker kan bijkletsen. En gewoon lekker chill met elkaar kan eten. En ja, dus die get-together was ook echt gewoon echt super leuk. En ja, nu ben ik weer hier. Wel echt moe. Mijn voeten zijn echt heel, heel, heel erg opgezet. Maar nu ga ik gewoon lekker slapen. En ja, ik weet niet, man. Mijn gezicht ziet er echt zo helemaal zo wit uit. In het licht of zo. Maar ik ga nu gewoon echt lekker slapen. En dan morgen gewoon lekker vroeg opstaan. En de dingetjes doen die ik nog moet doen. Ik moet voor 12 uur uitchecken. Dus dan wil ik nog voor 12 uur in ieder geval even ontbijten. En ik zit te kijken of ik gewoon nog wel eventjes een soort van een self-care uurtje kan doen. In ieder geval gewoon even in bad en lekker maskertje en dat soort dingen. Maar goed, dat is voor morgen. Maar voor vandaag ben ik echt helemaal kapot gewoon. Dus ik slaap vandaag gewoon helemaal alleen hier in het hotel. Lekker me-time, self-care. Morgen vroeg op, self-care. En daarna naar huis. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Nou, ik ben wakker jongens. Een beetje wakker geworden met een zere keel of zo. Maar ik heb mezelf even snel een beetje opgefrist en zo. Ik ga even snel ontbijten beneden. En dan kom ik terug en dan ga ik denk ik nog even in bad en mijn self-care routine doen. En dan is het alweer tijd om uit te checken en de meiden te halen. En ja, om naar huis te gaan. Volgens mij kan ik nu wel gewoon naar huis, toch? Volgens mij is het verf al gedroogd. En ja, de raampjes die stonden open. Dus als het goed is, moet ik gewoon kunnen gaan. Maar ja, ik weet niet, man. Ik heb echt een zere keel. Maar ja, misschien dat het na het eten beter is. En ja, let's go. Nou, hier zit ik dan alleen. Gisteren had ik de kids bij me. Dit is eigenlijk best wel saai. Wat ik vandaag ga eten is dit. Dus ja, anders heb ik een citroentje gepakt voor mijn keel. Laat me dat eerst even doen. Nou mensen, ik ben weer boven.
En ik ga nog even een bad nemen. Even voor de me-time. Dus ik laat hem nu even voorlopen. Ik heb 2 dingetjes meegenomen van huis. Mijn scrub en mijn masker. Ja, en deze 2 ga ik gewoon even... Ik wil gewoon even in een warm bad gewoon even relaxen. Vooral ik heb echt last van harde buiken. Ik denk dat het wel goed uitkomt dat ik gewoon even lekker in een warm bad kan. Ik heb thuis gewoon een bad, maar ik ga niet in bad. En hier wil ik ineens wel in bad, maar goed. Ik dacht wel gewoon lekker rustig. Niemand hier. Dus ja, let's do this. Nou mensen, er is een tijd van komen. Er is een tijd van gaan. Ik ga lekker de meiden halen. En dan gaan we naar huis. Ga ik eventjes kijken hoe het huis geverfd is. Daar ben ik wel benieuwd naar. En de meiden die hebben dus morgen hebben ze schoolfotograaf. Dus ik moet ook eventjes gewoon even hun haar doen. Dus ja, het was een gezellig weekendje. Maar back to reality. Back to the things die gedaan moeten worden. Dus ja, laten we maar gaan. Oh my god, ik kan echt zo erg genieten van dit uitzicht. Maar goed, ik voel me wel, dat citroentje heeft wel geholpen trouwens voor mijn keel, man. Alleen ik merk dat ik echt zoveel slijm heb. Maar ja. Hello guys. It's a new day. Oké, laat me even op adem komen. It's a new day. En het is ook tijd om de vlog af te sluiten. Ik ga vandaag, ik heb morgen zo'n leuk event, mensen. Oh my god. Zo, ik ben echt zwaar geworden. Ik heb morgen zo'n leuk event. Waarin ik jullie of course gewoon ga meenemen. Maar dat komt in de volgende vlog. Mijn huis is helemaal geverfd. I'm so happy. Het ziet er ook gewoon echt gewoon veel beter uit. Dus ik ben wel blij dat we dat doorgezet hebben. Een momentje hoor. Ja, dat we dat doorgezet hebben. Ja, ik heb morgen dus een event. Maar ik heb dus helemaal niks om aan te doen. Ik zweer het. En weet je wat het is? Het is echt nog... Ik moet nog echt een paar weekjes. Dus ik wil gewoon echt... Ik ga nu naar de stad eventjes dingetjes halen. Die ik eventueel zeg maar ook nog gewoon... In mijn kraamtijd aandoe. En alles. Morgen dus het event. En ga ik even kijken of ik in ieder geval even een comfortabele broek kan halen. En gewoon een paar kleine dingetjes. Ik moet ook nog mijn vluchtkoffer inpakken. Maar dat ga ik niet redden, want ik heb straks ook nog een afspraak bij de verloskundige. Dus ik ga echt alleen gewoon puur voor... paar dingetjes voor het event van morgen. En dus ik ga de vlog afsluiten. In de nieuwe vlog neem ik jullie mee naar het exciting event. Dank jullie wel voor het kijken naar mijn vlog. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje. Hallo, dan krijg je een melding elke keer als ik een video post. En ga jullie gewoon met me mee aftellen, want ik heb eigenlijk nog maar gewoon 4 weekjes te gaan tot mijn uitgerekende datum. Dus, en ik heb echt gevraagd of ze eerder mag komen. Dus we moeten even kijken of dat gaat lukken. Maar goed, er is geen twijfel hier. Hoor mij, dat is niet goed om eigenlijk te zeggen van, oh, even kijken of dat gaat lukken. Nee, ik heb het gevraagd, maar ik heb ook wel gewoon gezegd van, als zij er klaar voor is en als ik er klaar voor ben. Dus in ieder geval. Like, comment en wat nog meer. Share. En volg me op TikTok. Volg me op Snapchat. En ik zie jullie gewoon in de volgende vlog. Oké, stay tuned. Bye.